Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En dat leidt toch altijd Felicio de Jomax. En Kooijman denkt, ik had nog een zusterversnelling. Laat ik die eens een keer gaan gebruiken. Die heeft hij nu ingeschakeld. Felicio de Jomax. Daarachter op de tweede plaats Bel Bonanza. Aan de buitenkant Emperor Quick. Daarachter Dolly Pop. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. 16-5 de tussentijd. Felicio de Jomax. Twee lengte voorsprong nu op Bel Bonanza. Emperor Quick aan de buitenkant, die houdt zich geweldig. Daarachter is Dolly Pop naar het tweede spoor gegaan. En Fendi Duplessis gaat binnendoor naar voren. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. En we zijn inmiddels halverwege de charterbocht. En kijk die Kooijman gaan. Het was niet alleen een zesde versnelling. Er zit ook nog een zevende op en ook nog een achtste. En dat heeft de rest niet. Zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Felicio de Jomax ruim voor het veld. Daarachter de strijd om de plaatsen. Daar komt aan de buitenkant Dekker naar voren. Met Duc de Clerbosc in het midden van de baan. Ook Dolly Pop. Maar het is helemaal alleen. Uitgeschakeld. Felicio de Jomax. 14-3 over de laatste 500 meter. Tweede plek daarachter is voor Duc de Clerbosc. En plaats 3 waarschijnlijk nog voor Emperor Quick. Die een meer dan geweldige koers heeft gelopen. 16-1 voor de winnaar. Het is inmiddels ook officieel. 4, 13, 7, 1, 3, 16, 2. En de tijd was 1, 16, 2. Tom Kooijman, dames en heren, aan het woord met Rogie. En Wilma van der Zwaan. Ze is weer terug, gelukkig. Dat zien we graag als hostess hier op Victoria Park naar Franse avontuur. Tom geeft zijn bloem af. Tom van harte, wat mij altijd bijstond bij dit paard. Hij leek me zo moeilijk vooruit te krijgen, maar dat is niet meer. Nou, hij heeft wel de intentie om te gaan slapen voordat hij in bed ligt, zeg maar. Maar het is gewoon een heel fijn paard. En als je hem een klein beetje kent. Hij was nu ook weer veel fitter dan 2 weken terug. Hij was attenter en het ging eigenlijk ook veel, veel makkelijker dan toen. Ik had alles nog over. Maar waarom zou je spannender maken dan nodig? Dus hij was echt heel goed vandaag, ja. Ja, dat mag je zeggen, ja. Want hij heeft die versnelling. Je hebt ook echt wat in handen dan. Ja, de eerste keer ben ik heel hard doorgereden. Toen liep hij ook op 14. Toen stond hij van eentje van Jeroen erin, die klopte me net. Maar ja, nu rijd ik gewoon onderweg 19, 18, een stukje 17. Maar de laatste 5 momenten gaat hij gewoon 11. Hè? We hadden je alweer afgeschreven, Tom, hè, vorige week. Hè? Maar er is niks met je aan de hand. Heintje Davids, daar heb je het ook lang volgehouden. Op naar de 100? Ja, minimaal. Je ziet er geweldig uit, dat scheelt. Tom Kooijman, we gaan hem herenigen met Felicio de Jomax. Hij wint hier het Championnat d'Hiver. Revanche finale, Trotteur Français Bronze Challenge. Dus weer 5000 op de teller bij Felicio de Jomax. Dat doet goed. De man die ontbreekt is Peter Delis. Bas, op vakantie? Dagje vrij, Peter. Ging wat leuks doen met zijn vrouw. Ja, dat moet af en toe kunnen. Peter, vanaf deze plek proficiat. Geweldig paard. We hebben het altijd wel geweten, maar het kwam er nog niet altijd uit. Dat is de laatste 2 keer wel anders geweest. Nou eens kijken of hij het ook kan als hij straks toch weer de zwaardere competities op gaat zoeken. Maar de manier waarop was vandaag zeer aansprekend. U kunt in de handen voor de winnaars van de opener. Felicio de Jomax en Tom Kooijman. With singing, ring, doesn't get swayed.
Felicio de Jo Max die schiet achter de auto vandaan en die gaat de leiding nemen. Daarachter op plek 2 aan de relingzijde komt Bel Bonanza terecht. Buitenkant daarnaast Arend Tevreden met Earthquake Ballet en die gaat van de benen. Het was een klein aardbevingje daar in dat tweede spoor en dat leidt tot positieverlies. Hij ligt nu aan de staart van het veld en zo gaan de paarden de eerste bocht door. Felicio de Jo Max leidt, daarachter ligt Bel Bonanza en de derde plaats daarachter is voor Dolly Pop. Vierde is Fendi Duplessis en naast Dickie Hof ligt de man waar hij op de trainingsbaan ook altijd naast rijdt, Giel Wildhagen met Crystal Sun. Kijken we even in de staart van het veld, daar is wel wat beweging. Eén deelnemer gaat aan de buitenkant naar voren en dat is Emperor Quick. 13-9 de tussentijd. Twee ronden te gaan nog. En Kooijman heeft ook even gezien dat het 13 ging. Want hij kwam langs het grote scherm. En we hebben nog die twee ronden voor de boeg. Felicio de Jo Max leidt. Daarachter op de tweede plek aan de relingzijde Bel Bonanza. Derde is Dolly Pop. Eerste paard aan de buitenkant is Emperor Quick. Vijfde aan de relingzijde is Fendi Duplessis. Zesde Crystal Sun. Daarachter aan de relingzijde ligt John Dekker. En John rijdt in deze koers Duc de Clerbosque. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En Kooijman die trekt zich van niemand heel veel aan. Hij kijkt af en toe wel achterom of iedereen nog een beetje in de buurt is. En dat zijn ze nog steeds. Op de tweede plek aan de relingzijde is het dichtst in de buurt. Bel Bonanza. Eerste paard aan de buitenkant is nog altijd Emperor Quick. 18-4 de tussentijd. Daarachter ligt Dolly Pop. En daarachter Fendi Duplessis met Crystal Sun. Daarachter volgt dan aan de relingzijde. Dat is Duc de Clerbosque. En daarachter aan de buitenkant gaan andere deelnemers naar voren. Deelnemer die op dit moment probeert wat terrein goed te maken. Uitgeschakeld nummer 12. Nummer 12 onregelmatig. De 12 gaat eruit. En dat was Joko's Way. Maar dan zijn we weer voor de tribune en Felicio de Jo Max leidt nog altijd. Kooijman heeft de handrem ietsje aangetrokken, maar iedereen blijft makkelijk in de buurt als het ook 16-6 gaat. Dan mag je zeggen dat gaat niet al te hard, maar dat gaat best wel hard. 16-6 onderweg. En dat merkt Giel Wildhagen aan de buitenkant ook. Die begint nu Crystal Sun te vragen voor een versnelling, want die kan die rug in het tweede spoor niet meer houden. Dat is nog altijd de rug van Emperor Quick, maar die rug komt nu naar hem toe. Dat is beter dan dat je er naartoe moet lopen, maar aan de andere kant, je moet er dan ook weer een keer omheen. Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde in en dat leidt toch altijd Felicio de Jo Max. En Kooijman denkt, ik had nog een zusterversnelling, laat ik die eens een keer gaan gebruiken. Die heeft hij nu ingeschakeld. Felicio de Jo Max, daarachter op de tweede plaats Bel Bonanza. Aan de buitenkant Emperor Quick, daarachter Dolly Pop. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. 16-5 de tussentijd. Felicio de Jo Max. Twee lengte voorsprong nu op Bel Bonanza. Emperor Quick aan de buitenkant, die houdt zich geweldig. Daarachter is Dolly Pop naar het tweede spoor gegaan. En Fendi Duplessis gaat binnendoor naar voren. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. En we zijn inmiddels halverwege de charterbocht. En kijk die Kooijman gaan. Het was niet alleen een zesde versnelling. Er zit ook nog een zevende op en ook nog een achtste. En dat heeft de rest niet. Zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Felicio de Jo Max, ruim voor het veld. Daarachter de strijd om de plaatsen. Daar komt aan de buitenkant Dekker naar voren. Met Duc de Clerbosque in het midden van de baan. Ook Dolly Pop, maar het is helemaal alleen. Uitgeschakeld. Felicio de Jo Max, 14-3 over de laatste 500 meter. Tweede plek daarachter is voor Duc de Clerbosque. En plaats 3 waarschijnlijk nog voor Emperor Quick, die een meer dan geweldige koers heeft gelopen. 16-1 voor de winnaar.